Er is een ontwikkeling geweest de laatste jaren, waarbij het toch gelukt is om ook de overheid en het ministerie ervan te doordringen dat er wel een zekere verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie om suïcidepreventie, als het ware, regie over te voeren. Dat vind ik een hele grote verandering en dat is ook de verandering in de samenleving van, joh, we kunnen wat aan doen en we hebben er ook verantwoordelijkheid voor om mensen te helpen om geen suïcide te plegen. Wat mij veel zorgen baart is dat er ook heel veel mensen in de samenleving, maar ook heel veel mensen in de psychologie en de psychiatrie, eigenlijk nog steeds niet openstaan en nog niet beseffen waar het om gaat. Ja. Bijvoorbeeld, ik heb samen met Pim Kuipers en Jos de Keizer een beroep gedaan vorige week op alle psychologische opleidingsinstellingen om nu eindelijk eens een keer suïcidepreventie in het onderwijs vorm te geven. Want in het postdoctorale circuit, dus opleiding tot GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, zit nauwelijks aandacht voor suïcidepreventie. Bij SURE willen we ook, zomaar zeggen, nadrukkelijk kijken over de grenzen van de voor de hand liggende disciplines heen. Dus in dit kader heb ik vorige week een gesprek gevoerd met een onderzoeker van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. En ik heb hem die vraag ook gesteld van hoe zie jij nou de analogie? Eigenlijk begon ik met hoe is het nou gekomen dat dat aantal zo is gedaald? En ik dacht, het heeft te maken met de maatregelen die we allemaal met elkaar genomen hebben. Dat is waar, dat ontkende hij niet. Maar er was nog iets anders. Hij zei, de bevolking die rijdt is ook ervarener, beter geworden in rijden. Een andere analogie is natuurlijk de mortaliteit vanwege hart- en vaatziekten. Dat is ook zo'n spectaculair voorbeeld, in 30 jaar tijd gehalveerd. Van de belangrijkste doodsoorzaak, nou lang niet meer de belangrijkste doodsoorzaak. En ook daar, als je daarnaar kijkt, hoe kan dat? Dan kom je op dezelfde mix uit van betere behandeling, meer toegang tot behandeling, maar ook mensen die gewoon hun leven veranderen en die zich dat realiseren. Ook educatie, voeding, van alles en nog wat. Het zijn allerlei dingen door elkaar. Als je nou gewoon kijkt naar het vraagstuk suïcide in de bevolking, wat zijn dan, zullen we zeggen, de wetenschappelijke uitdagingen op dat gebied als je kijkt naar de epidemiologie en het voorkomen? Ja, de grootste uitdaging, denk ik, is voor mij denk ik nog steeds van hoe kunnen we het nou voorkomen? En dan kan je inderdaad denken aan het leren omgaan met problemen bij jongeren. Ik denk dat dat sowieso heel goed is, van gewoon de coping verbeteren op scholen. Ja, ook weet je, welke interventies werken nou echt? Weet je, ook bij verkeersveiligheid, er is natuurlijk veel meer geld ingestopt in onderzoek om überhaupt tot die dingen te komen van je oude gordels werken. En ik denk dus dat er veel meer onderzoek gedaan moet worden. Samenwerken is natuurlijk heel belangrijk, dat je in elk geval weet van elkaar wat je doet. Dus daarom is inderdaad SURE heel relevant, denk ik, dat we gewoon gaan leren weten van elkaar van wat we doen en waar we elkaar voor kunnen vinden. Snappen we dat nou eigenlijk? Daar is nog te weinig aandacht voor geweest voor de processen die plaatsvinden tot aan suïcide. En die processen die kunnen gemeenschappelijke elementen bevatten bij veel mensen, bijvoorbeeld bij depressieve patiënten. Maar bij sommige groepen denk ik toch dat die processen er voor een deel hetzelfde, maar voor een deel ook anders uitzien. Ik denk bijvoorbeeld bij autisme, daar komt suïcidaliteit vrij veel voor. Het heeft een ander soort etiologie, een ander soort processen. Okay. Dus ik denk dat het heel van belang is om die processen beter te onderscheiden, te onderzoeken. En ook op andere plaatsen te interveneren. Die kennis die er is op verschillende plaatsen, eigenlijk nooit samengebracht is bij de bestudering van suïcidaliteit. Want alles heeft ermee te maken. De OCD, de dwangmatige aspecten, de depressie, de bipolaire stoornis. Al die processen die daar in die koppeltjes plaatsvinden, daar kunnen wij vanuit die verschillende invalshoeken veel betere integratie hebben. Wat zou dan dat ene onderzoek moeten zijn wat jou betreft? Als je nu... Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je heel hard aantoont dat als je er iets aan doet dat het helpt. Waar ik hoop over 5 jaar met het onderzoek hier te staan is dat het onderzoek meer dan in het verleden gewoon direct invloed heeft op de samenleving en op de maatschappij, op de gezondheidszorg. Ik vind eigenlijk dat het onderzoek wat wij doen direct ook vertaald moet en kan worden in betere behandeling, betere preventie. En dat we de implementatie daarvan doen. Okay. Dus ik denk bijvoorbeeld aan zo'n pitstopstudie die we gedaan hebben. Dat was uitdrukkelijk heel veel maatschappelijke relevantie en effect gehad. En ik verwacht van onze nieuwe onderzoeken dat het minstens zoveel impact zal hebben. Het feit dat je onderzoek doet, heeft al enorm veel invloed.